Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Moods. Vandaag ga ik naar de Mariakerk. En nee, niet om te biechten, maar ik bezoek hier de Foxy Trends Lifestyle en Fashion Fair. Verder in Moods, het toetje van de week, mijn eerste singeltje. En ondertussen ga ik eens even kijken wat hier allemaal te beleven is. Natasja, jij organiseert het evenement. Vertel eens, hoe is dit tot stand gekomen? Het evenement is tot stand gekomen omdat ik eigenlijk van mensen vaak via de webwinkel de vraag kreeg, kunnen wij ook dingetjes zien? En ik heb ook een winkel gehad in Vught, dus het leek me ook wel een leuke mogelijkheid om mensen op één punt bij elkaar te brengen. Met daarbij een leuke ambiance. En de Mariakerk in Vught had daar de gelegenheid voor, dus ik denk, ja, waarom niet? Ja. En de locatie is heel specifiek gekozen. Is daar een speciale keuze in gemaakt? Ik vond de locatie van een kerk sowieso heel erg mooi. De sfeer die in een kerk hangt. En via vrienden van mij kon ik dit ook geregeld krijgen. Dus ik dacht, nou, top, doen. Ja. En vertel eens over de merken die hier vertegenwoordigd worden. Er worden allerlei merken vertegenwoordigd. Met name mijn eigen merk. Ik ben zelf ook een aantal maanden naar Indonesië geweest. Ik heb daar zelf een aantal dingen gemaakt onder het label Foxy Trends. Dat ik dan eigenlijk vertegenwoordig. Daarnaast worden er allerlei exclusieve merken voor outletprijzen verkocht. Met name Mart Visser, NL. NL is bijvoorbeeld ook verkrijgbaar op mijn webwinkel. Daar kunnen mensen het ook bestellen, maar slechts een deel van de collectie. Mart Visser hangt er ook voor de wat oudere dames tot een grotere maat. Omdat ik vaak ook de vraag kreeg van, hey, je verkoopt niet voor grotere, voor flinkere dames. Dus ik heb dat wel een beetje, ik heb nu met iedereen rekening gehouden. Oké, dus er is voor ieder wat wils. En hoe kenmerk jij, hoe definieer jij die merken qua stijl? Het is van klassiek tot Foxy Trends. Hè? De naam zegt het al een beetje, dus van alles. Ja. Foxy Trends is dus jouw eigen label. Hoe is dat tot stand gekomen? Ook op een vakantie in Bali was ik met een aantal mensen s'avonds bij een kampvuurtje in de zee. En mijn achternaam is Vos. En ik had een aantal tasjes gemaakt. En toen hadden we zoiets, welke naam zullen we ervoor verzinnen? En hun, ja, op zijn Engels is Vos Foxy. Dus zodoende kwamen we aan Foxy Trends. Nou, vertel eens iets over de beurs. Nou, zoals je ziet, het hangt vol met kleding. En dit is even Fien. Fien is onze styliste. Mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk. Vertel eens, je bent styliste hier op de beurs. Hoe voorzien je mensen in de kledingadvies? Mensen willen altijd weten van, staat dit mij leuk? Past het wel bij mij? Hoe vindt u het staan? Nou, en dan probeer je eerlijk advies te geven. En vaak is het dan, nee, ik zou even iets anders proberen. Ja. En je probeert mensen natuurlijk vanuit hun veilige omgeving even weg te trekken naar iets wat ze zelf niet uit het rek zouden halen. Nee. En waardoor ze eigenlijk verrast worden van, hey, dit staat mij ook. En waar let je dan precies op met zo'n advies? Ten eerste eerst op de lichaamsbouw. Waar liggen je zwaartepunten van, dat is je kracht. Zo zie je er mooi uit, dat kan je het best accentueren. En dan wat de minpuntjes natuurlijk. We hebben allemaal minpuntjes. Bijvoorbeeld, ik heb ontzettend brede heupen. Dus dan moet je altijd zorgen dat je dat een beetje daarmee rekening houdt met je kledingkeuze. En zijn er nog bepaalde trends dit jaar? Nou, de trend is eigenlijk dat er geen trend is. We praten meer over silhouetten en je hebt verschillende silhouetten. En daarom is het zo moeilijk om voor de gemiddelde consument te bepalen wat is nou eigenlijk passend voor mij. Er is eigenlijk geen trend. Oh, dat is jammer. Nou, het is natuurlijk wel zo dat er een bepaald modebeeld is. Dat is er wel. Maar je ziet natuurlijk overal op dit moment kleuren. En dat kan je eigenlijk een beetje terugvoeren op de crisis waar we eigenlijk nu een beetje in zitten. We willen natuurlijk dat mensen een beetje vrolijker worden. En dan breng je gewoon leukere, frissere kleuren. Misschien mijn Fien heeft er al ervaring. Ja. Mag ik even wat shots tussendoor? Ja, dat is heel mooi. Ja, is gaaf. Mooi standpunt. Ja. Oh, dat is wel leuk. Straks van Joris.
Joris, ik wil gewoon een heel, niet een half, maar een hele. Dadelijk meer over de Foxy Trends Fashion Fair. Nu gaan we eerst kijken naar het toetje van de week. Zo, welkom bij het toetje van de week. Deze week maken wij een toetje op basis van briochebrood. We gaan brood dadelijk drengen in de bosbessenpuree. We gaan het taartje vullen met fruit. We gaan het afwerken met vers fruit en wat slagroom. Goed, een vrij eenvoudig dessert ook weer. We hebben een lijststenen plaatje. We hebben een ring met daarin een stukje plastic folie gezet. Plaats de ring op het bordje en vervolgens pakken we een schijfje briochebrood dat we uitgestoken hebben met een steker of met een glas. In principe kan dat dus allebei. Vervolgens gaan we dat briochebrood eventjes door die bosbessenkoelie halen. Schoon gepureerde bosbessen, klein beetje suiker erbij om het wat zoeter te maken. En vervolgens gaan we die in die ring plaatsen. Even aanduwen. Dan gaan wij hem vullen met framboosjes. Dus er komen wat framboosjes op. En zo gaan we eindelijk heel dat taartje opbouwen. Zo een laagje met frambozen. Echt een beetje aanduwen. Vervolgens weer een plakje briochebrood. Even door die koelie heen halen. Goed, dit is bosbessen. Je kan natuurlijk ook gewoon bramen of aardbeien gebruiken. Maar ik heb gekozen voor bosbessen. Een beetje zuurige smaak, maar lekker bij dat zoete brood. Zo, ook dit weer goed aanduwen. Vervolgens een laagje verse bosbessen erop. Erg fris, erg lekker. We werken hem vandaag af met slagroom. Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor vanille-ijs. Zo, een plakje brioche. Ook weer in die ring plaatsen. Hup. Vervolgens kunnen we hem afwerken met aardbeien en wat rode besjes. Aardbeien mooi plakjes snijden. De plakjes mooi dakpansgewijs rondleggen. Zo, de aardbeien erop. Vervolgens een klein trosje rode besjes. Voor in het midden. En in principe is ons taartje nu klaar. Het enige wat ons rest is even de ring verwijderen. Gewoon door hem voorzichtig omhoog te schuiven. Het plastic folietje. En er zo heel makkelijk van afhalen. En dan vervolgens maar even het bord afwerken. Dit decoreren we wel af met wat rode besjes. Een paar framboosjes. Of net wat voor zomerfruit er voor de hand is. Echt, uw gasten zullen
helemaal versteld staan. Terwijl het vrij eenvoudig te bereiden is. Zo, nog een stukje aardbei erbij. Ditmaal met kroontje en eraan. Natuurlijk altijd leuk. En zo hebben we natuurlijk een geweldig zomerdessert gemaakt. Ik zie dat je lekker in de make-up zit. Hoe bevalt het? Ja, goed. Ja, het is wel fijn om opgemaakt te worden door iemand die daar echt verstand van heeft. Ja. En wat zijn je wensen? Dat het goed resultaat is. Ja, dat ja, wat een mooie foundation een keer, want ik heb altijd de verkeerde. Dus ja. Wat staat haar nou mooi? Ik denk mooie lichte kleuren, want ze is nogal blond. Dus een beetje naturel look. Dat ik denk dat daar wel het beste staat. Ja. Dus er komt eigenlijk een femme fatale, maar toch wel met een natural accent te liggen. Ja, dat komt er te staan, ja. Maar wel wauw. Ja. Mevrouw, wat brengt u hier? Met mijn dochter even gezellig kijken. En via de Facebook heel erg erop attent gemaakt dat dit hier was. En toen dacht ik, dan gaan we even kijken. Nou, leuk. Ja, heel leuk. En zit er iets voor u bij? Nou, voor mij niet zo, maar voor haar wel. Oké, heb je al eens kunnen vinden wat naar jouw smaak is? Ik heb al een heel leuk shirt gezien, dus okay, ja. Nice. Amerikaanse stijl. Mm-hmm. Ja, vind ik wel heel leuk. Dus, Ik heb al een mooie sjaal uitgekozen. Oh, nou, dat komt goed. En wat brengt u hier? Ik had het op de site gelezen. Ze heeft ooit een winkeltje hier in Vught gehad, een tijdje terug. En toen hoorde ik dat hier een evenement kwam, dus vandaar dat ik hier ben met mijn zus. Dames, zit er wat voor jullie bij? Nou, ik vind het wel heel erg leuk wat hier ligt, hoor. Ja. Dus we zitten lekker te graaien. Leuke telefoonhoesjes en ja. Voor de iPhone. Ja, precies. En mooie portemonnees. Dus, Helemaal klaar zie ik. Wat vind je van het eindresultaat? Ja, ik ben er tevreden mee. Ook goede kleur met mijn nek en met mijn hoofd, de foundation. Dus dat wou ik heel graag. Mevrouw, wat bent u precies aan het doen? Zij gaat op vakantie. Dus zij wil lekker gebruikt, wil zij al weggaan. Dus afgestemd op haar wensen geef ik haar de juiste kleur. En het blijft ongeveer een week tot anderhalve week zitten. Dus tijdens haar vakantie kan zij lekker genieten van haar kleurtje. En denken mensen al dat ze dus al op vakantie was daar vanwege het mooie kleurtje. Alles wat we gebruiken is 100% natuurlijk. Parabenenvrij, dus geen chemische toevoegingen. Ideaal voor iedereen. Mensen willen dus het is niet slecht voor de huid? Nee, mensen willen echt steeds meer natuurlijke producten. Niet meer onder de zonnebank. Het liefst niet te veel in de zon. Bijvoorbeeld mensen die gaan trouwen. Mensen die een feestje hebben. Leuk party. Maar ook gewoon mensen die zich lekker goed willen voelen. Die zich lekker in de lichaam willen voelen. Ik zeg al, je ziet er een stuk gezonder en slanker uit. Dus dat maakt echt een verschil. Ja. Maar als je dan al bruin bent en op vakantie gaat, betekent dat dan ook dat je niet verbrandt? Het is zo dat de spray puur alleen de kleur is. Dus het is geen garantie voor verbranden. Dus je zal je juist in moeten smeren zoals je gewend bent. Gewoon met een zonnefactor die je huid beschermt. Want UV-straling is dus schadelijk. En dat is dus waarom je de zonnebrand nodig hebt. En spray is dus puur alleen het laagje, de kleur waardoor je je goed voelt. Ik zie hier allemaal lekkere geurtjes uitgestald staan. Ja, klopt. Het is een FM. FM staat voor Ferrero Moreer. En dat is een Pools bedrijf.
die koopt de geurconcentraten in bij de Droomfabriek. De Droomfabriek, dat is een bedrijf die de geurconcentraten maakt. Die produceert voor ongeveer 80% van de wereldhandel geurconcentraten. En FM is afnemer nummer 1. Die koopt de geurconcentraat in, die vult het af in eenvoudige flesjes met wat water en alcohol. En die verkoopt het of die brengt het op de markt door de mond-tot-mond reclame. En hoe ontwikkelen jullie die geurtjes? We kijken natuurlijk wel een klein beetje wat de markt doet. Hè. In de zomer en in de winter en in de herfst en in de lente. Van nou, waar is behoefte aan? Een zwaarder luchtje of een lichter luchtje? Of, nou, en daar spelen wij een beetje op in en daar passen we ons assortiment op aan. Kijken jullie dan ook naar trends? Of kijken jullie ook een beetje van nou, de bekende merken doen dit, dus dat, die richting staan wij ook op? Ja, want daar kunnen we natuurlijk ook een klein beetje zien van nou, wat wordt er gekocht door de eindgebruiker. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar specifieke luchtjes, dan denken van nou, dat zijn echte runners. Dat zijn luchtjes die heel veel gebruikt worden bij de afnemers. Dan zeggen wij van nou goed, waarom zullen wij, er is behoefte aan, dus wij willen ons assortiment daar graag op aanpassen. Nou, tot zover deze rondleiding op de Foxy Trends Fashion Fair. Ik ga eens even kijken of er iets te shoppen valt voor mij hier. En ik zou zeggen, tot volgende week, tot de volgende Moods.